Midden op de wuiervormige markt van Gouda staat het laatgotische stadhuis, waarvan de bouw in 1447 werd begonnen. Gouda stadhuis nu is in de loop der eeuwen ernstig vervallen geraakt. De pilaren waarop het rust zijn verzakt. Hier en daar zijn zware stutbalken geplaatst om instortingen tegen te gaan. Grote balken zijn verrot, muren gescheurd, vloeren vergaan. In sommige der interieurs heerst een chaos. Sinds 2,5 jaar is men met de restauratie aan de gang. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de ambachtelijke goede bewerking van de steen, zoals dat ook in de middeleeuwen geschiedde. Het stadhuis van Gouda is een van de drie gotische stadhuizen van Nederland. Men heeft hoop dat het over 2,5 jaar voor het grootste deel in zijn vroegere luister zal zijn hersteld. In het